film. Film? Film is. Film is. Film is the exploration of uninhabited territories. Especially the ones with huge monsters. Yes. Een bijzonder hartelijk welkom bij alweer de allerlaatste aflevering van IFFB TV. Maar de laatste aflevering is daarom niet minder spectaculair, want vandaag hier aan tafel Bram Loogman, Jeroen de Leijer op de bank, Ann Loenberg en Sarah Swartzen komen ook nog langs. Maar eerst, zoals u van ons gewend bent, natuurlijk een impressie van de afgelopen 24 uur. Workshop voor wat we hebben natuurlijk heel weinig tijd. Gaan we eigenlijk op zoek naar wat is acteren voor de camera en wat doen gedachtes met je gezicht in die vorm. Ik vond hem heel erg goed. Maar de manier waarop ze het hebben gefilmd is toch op een manier dat je het wel kan behappen. Dat vind ik erg goed gedaan en het zijn ontzettend mooie beelden. Het is echt heel, heel poëtisch eigenlijk ook. Sta je bij de jury van het 48 Hour project? Ik ben Mark de Kloe en ik ben ook een filmmaker. Ik ben Gaffa Vorinthold en ik ben actrice. En ik ben Sjaak van Heiningen en ik ben directeur van het Rotterdam Media Fonds. Kunnen jullie iets vertellen over de films die jullie hebben gezien? Ik kan erover zeggen dat ze heel uiteenlopend zijn. Dat komt natuurlijk ook doordat ze allemaal een ander genre hebben opgekregen. Dus dan krijg je sowieso al hele verschillende films. Ze hebben allemaal zich goed aan de opdracht gehouden. En het is heel leuk om te zien dat er studenten bij zitten die een film maken en professionals. En dat is heel leuk om zo'n enthousiaste grote groep makers met zulke opdrachten bezig te zien en met zulke verschillende resultaten. Tijdens het festival is er ook een competitie, de Early Bird competitie. En een van de genomineerde filmmakers is Bram Loogman. Aangeschoven hier aan tafel, een bijzonder hartelijk welkom. Dank u wel. Wat fijn dat je er bent. Ja. Vertel eens, Bram, wie ben jij eigenlijk? Stel jezelf eens voor. Ik ben Bram Loogman. Ik ben afgestudeerd aan de HKU. Opleiding, we noemen hem kunst en techniek. Voor mij werd dat film en internet, de kunst en techniek, combinatie. En daar hou ik me nu nog steeds mee bezig. Ja, want dat komt heel erg terug in je projecten. Mm-hmm. Je film A Song of Praise is genomineerd. We gaan het straks hebben over deze onwijs spannende kaarten die hier voor mij liggen. Maar het lijkt me aardig om eerst even een kort fragment te bekijken. Goed. Thank you.
bijzonder. Ik heb de film vanochtend mogen zien. Hij draaide ook hier op het festival en genomineerd. Zeker. Wat mij opviel is dat het in één take gedraaid is. Klopt. Heel bijzonder. Ja. Nee, het idee daarvan was dat je echt het gevoel hebt dat je erbij bent. Dat, dat het voor je ogen gebeurt. En ja, wat je misschien in dit kleine korte fragment al een beetje kunt zien, is dat het een soort van ritueel is dat, dat wordt uitgevoerd. En dat ene shot, dat versterkt dat gevoel gewoon heel erg. Dat het iets is dat gebeurt en het allemaal... Het begint ook echt een beetje als het deed mij in ieder geval heel sterk denken, maar dat kwam ook een beetje door de muziek aan Lynch. Die heeft ook wel eens van het bevreemdende, dat je echt, je bent gelijk in die film, dat je ziet wat gebeurt hier. Ja. Door de auto, door de setting waar het plaatsvindt, door het camerawerk. Ja, dat is misschien dat droomachtige. De film is ook geplaatst in een blok met droomachtige films. Tenminste, het heet Sweet Dreams. Dus ja. Ik neem aan dat ze dat ermee bedoelen. Alleen hoop ik dat mijn film zich daar dan wel in onderscheidt dat het geen nachtmerrie is. Nee. Ik bedoel, dat is wel wat je dan veel ziet. Dat het heel naar wordt allemaal. En dat heb ik vooral niet willen doen. Ik geloof meer in een soort van, niet dat je tegen dingen afzet, maar juist een alternatief biedt voor dingen. En dat je dus juist... Dat er toch iets moois in zit ook. Ja. 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 Nou is het helemaal mooi. Op internet is er al een manifest te vinden. Mm-hmm. Wat te maken heeft met de film. Absoluut, ja. Nu daar is het allemaal mee begonnen. Daar is het allemaal mee begonnen. Uh-huh. Het manifest dat is ook te vinden op deze, ik hou ze maar eventjes zo, kaartjes die op het festival op barretjes liggen en noem maar op. Waarom heb je dat op deze manier gedaan? Want je tilt eigenlijk de realiteit, je maakt de film eigenlijk veel groter, toch? Ja, nou, eigenlijk geef je het antwoord nu al natuurlijk. Maar daar komt bij dat het voor mezelf ook een geheugensteun was, want het was... een jaar geleden dat dit idee in mijn hoofd ontstond. En een jaar geleden heb ik dit manifest geschreven. En nu is de film er pas. En dat manifest was ook om gewoon gelijk duidelijk in duidelijke zinnen te zeggen waar het om ging en waar het, wat ik wilde zeggen, wat ik wilde bereiken, wat ik belangrijk vond. En ja, wat in het manifest ook staat, dat het manifest niks is zonder zijn uitingen. En de uitingen zijn ook niks zonder het manifest. Dus daarin staat wat het zou moeten zijn. Ja, het houdt elkaar en dit heel is erg. Het. En dan kom je weer terug op het manifest van... Ja, maar wat is dat dan, wat we zien? Want heb je dat heel erg nodig als maker? Zo'n handvat, ben je iemand die wiens ideeën heel erg gaan meanderen op het moment dat je bezig bent? Ja, ik heb dat bij het vorige project wel gemerkt. Dat je hebt een idee. En om dat idee constant in leven te houden, dat is onmogelijk. Dan moet je op een gegeven moment je overgeven aan de praktijk. En om dan toch die energie te behouden van dat oorspronkelijke idee, helpt dat wel heel erg om dat heel duidelijk op papier te hebben. Ja. En daarbij dus, kijk, want als je een scenario schrijft, heb je het op papier. Maar dit is niet een scenario, dit is gewoon een iets dat nog open is aan interpretaties. Ik denk dat je daar veel meer aan hebt op het moment dat je het gaat uitwerken. Maar stopt het ook dan hiermee? Of biedt het juist ruimte om dit nog naar een hoger plan, naar nog hoger plan te tillen? Nee, ik zou nog 10 films kunnen maken vanuit dit principe. Ja. 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 Maar ook in hetzelfde... thema dan, zeg maar, van deze film? Of wordt het dan iets compleet anders? Nou... Ja, goed, dan moet ik misschien wat meer inhoudelijk over het manifest hebben, maar... waar het om gaat is dus het creëren van orde. Hoe creëer je een soort orde zonder dat dat verstikkend werkt of zonder dat dat... gevaarlijk wordt, want het woord orde, dat heeft toch een soort van nare bijklank. Ja. En wat ik
heel duidelijk in dat manifest ook zeggen, is dat een soort gevoel voor esthetiek, dus iets dat mooi is. De romantiek van orde. Als je die twee dingen tegen elkaar zet, iets paradoxaals hebben ook, dan krijg je een soort spanning waarin die orde gewoon kan blijven bestaan. En als je het hebt over hoe gaat dit verder, dan denk ik dat die... waar het nu heel erg gaat over esthetiek en het klassieke en dat soort woorden, waarbij dus heel erg je over een soort van feitelijke dingen kan praten, terwijl er nog steeds een subjectieve klank in zit. Hè? Van dat vind ik mooi, ja. Of dat is mooi. Hè? Dat ligt heel dicht bij elkaar. En dat je dus toch duidelijk kan zijn, een soort strengheid kan hebben. En toch dat het subjectief en persoonlijk is. Dat het toch daar en de ruimte nog biedt. Precies, ja. Daar is waar het heel erg om gaat. Maar ja, wat dan de vraag is die daar... die dat heel erg oproept, is denk ik ook van hoe ziet dat dan in de praktijk uit? Je kan al dat mooi allemaal in een manifest schrijven, maar hoe moet dat dan? En daar is die film eigenlijk een antwoord op. Ja, en het gaat verder op internet. Hè? Ik bedoel, die film die is nu te zien, zometeen verschijnt die op internet. Het wordt gewoon een groot geheel. Je betrekt daardoor de kijker nog meer bij de film in principe. Ja. Dat gebeurde eigenlijk in jouw vorige film Binnenste Buiten ook. Ja. En dan eigenlijk eindigt die film en gaat verder in woorden. De laatste scène beleven we eigenlijk lezend. Ja, klopt. Dat is het idee dat je door die film op internet te zetten, en dat je eigenlijk de bioscoop vervangt door een website. En dat je daarmee dus het moment dat je de bioscoop uitloopt, kan vormgeven in die website. Ja. Dat je dat moment dat je daarbij bent, dus dat je dat je daar controle over hebt. Is dat de toekomst van film, denk je? Of een toekomst? Het is absoluut een toekomst, ja. Want het is wel iets moeilijks, omdat de gemiddelde internetgebruiker is er niet aan gewend. Daar gaat het heel erg om snel en verder en dingen ontdekken. En niet zozeer om eventjes ergens voor te gaan zitten, maar ik denk dat dat absoluut wel gaat komen. Maar daar is wel een soort van verandering voor nodig. Wanneer komt de film A Song of Praise op internet te staan? In zijn compleetheid? Nou, dat durf ik nog niet te zeggen, want hij moet sowieso eerst op alle festivals. Ja. Ik zeg ook altijd, de film blijft het beste zien in een bioscoopzaal. Een computerscherm heeft toch altijd zijn beperkingen ook. Ja. En festivals, die willen nog wel eens de eis stellen dat je film niet op internet te zien is. Precies, dus dat wil je nog even zo houden dat het ook allemaal nog binnen mag komen bij de verschillende festivals. Nou, we houden het in ieder geval in de gaten. Bram Loogman, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Heel veel plezier en ik ben erg benieuwd naar wat je in de toekomst nog allemaal gaat brengen aan ons. Ja, bedankt. Zoals iedere dag hebben we in ons programma De Bank. En De Bank die reist een beetje langs de festivalspots in Breda. En ook vandaag. Vandaag Jeroen de Leijer op De Bank. Beste kijkers, vandaag hier op het Internationaal Filmfestival Breda is op bezoek puppetheater Meerflop uit Meerflop Snolslet. Naast mij zit Jeroen Net van puppetheater Meerflop Snolslet. En ze gaan voor ons een lied zingen, Zabrovia, Dibrovnak, Falupa, Knorvet. Djudvare Dalhal. Dal ha blogar dregavleb se vsedradev mirflop der polet na drai. Eens zal de zon weer gaan schijnen, ook al denk je van niet, zullen al je zorgen verdwijnen, al je pijn en je verdriet. Tramet vardra mohovlavi, sirleb droved navar.
Koncler d'avor arpeggio, gie gie gie, male Din aver drog nar de la ce, de la vizar da mar, lug ne de refer, de rav ne zebel de rau har. Zoger ob no hal da mir flug var androp zo al har, vir nog no vlad zidodje, no se dor hel boda har. Uvočle delne džubare, povdrav gnadal har, džebag lopar dal blogar dragoar. Enno da har, blog habde blognar blopad, der me pnjel gleb sal dra, por labde le mirker drahan, evar da. Flopvar knivet. Djurvare, djurvare, mistret, hidayet. Beetje te veel gedronken gisteren. De afgelopen dagen heeft u kunnen kijken naar de eerste twee afleveringen over het 48-hour film project. Vandaag het allerlaatste deel, deel 3. Het leukste moment van het project is dat eigenlijk best wel vrijwel rond het hele project met een smile rondliep. Alhoewel het soms niet gewoon niet zichtbaar was, maar het was wel van binnen omdat dingen liepen gewoon goed in mijn team. Echt, het ging allemaal heel relaxed eigenlijk, en, maar iedereen wel gewoon gefocust en allemaal ambitieuze leuke mensen. Dus ja, super. Kan alleen maar leuk worden. Maar we hadden een soort van iedereen met een soort van multifunctionele task. En dat werkt ook wel prima. Het is onze echte eerste samenwerking, dus dat ging ook wel goed. Dus ja, in de toekomst gaat het ook zeker vaker gebeuren, denk ik. Meer dan 40 uur zijn inmiddels verstreken sinds CR en zijn crew, zoals 36 andere teams, met het 48-hour project begonnen zijn. De eerste teams hebben de Stadsgalerij al bereikt, hun film ingeleverd en kunnen nu eindelijk ontspannen. Andere teams zijn nog wel druk bezig en nog steeds aan het monteren of fine-tunen. Zo ook CR en zijn crew. Nu klaar, dus over een uur gewoon klaar zijn met de rest. Het edit. Ja, en dan exporteert. Dan ben ik klaar om het vol te halen. Nog een uur editing dus, maar dat blijkt later moeilijker dan gedacht. Het geluid blijft nog steeds een groot probleem. Ondertussen bereiken steeds meer teams de Stadsgalerij. De opluchting is te voelen na afloop van deze slopende 48 uur. Eindelijk genoeg tijd om de gemiste slaap in te halen. Maar hoe zit het met CR? De klok tikt door, maar nog steeds blijken er problemen bij het mixen van het geluid. In de Stadsgalerij worden ondertussen de laatste 30 minuten aangekondigd. Als de crew het nog wil halen, moeten ze opschieten. Laatste tuning aan kleurcorrectie, het geluid synchroon gelegd, nu nog de net ontvangen soundtrack eronder zetten en exporteren. We hebben het wel gehaald, maar het probleem was dat we gewoon onze uur gaat gewoon een kwartiertje achter. Dus dachten we dat we wel op tijd zijn, maar op blijkbaar zijn we het niet geweest. Ik weet het eigenlijk niet. De laatste 3, 2, 4 uur zijn heel snel gegaan.
Ja, op zich was het ook niet zo. We zijn eigenlijk, het is een fucking kwartiertje geweest. Dus het was echt. En we zijn klaar geweest voor die 48 uur, maar die computer niet. Dat was het probleem. Ja. Dus mocht er iemand in de toekomst nog aan willen meedoen, zorg voor een supercomputer. Een quarter triple thousand core. Zoiets, ja. De teleurstelling was ook met humor moeilijk te verbergen. Maar prijs of geen prijs, als je deze beelden bekijkt, is het project sowieso de moeite waard geweest. Tot volgend jaar bij 1 Movie, 1 Project, 48 Hours. In de laatste aflevering van onze Skype-interviewreeks spraken we met Ann Lundberg en Sarah Swartzen. Twee interessante filmmakers van de film This Is Our Home. Hej, jag heter Sara Svartzen och jag har regisserat och fotat och skrivit manuset till Vi bor faktiskt här. Hej, jag heter Ann Lundberg och jag har regisserat Vi bor faktiskt här tillsammans med Sara Svartzen. We made a film a couple of years ago that's called This Is Our Home that we finished editing last year and that's the film that you're going to see now. It's about three people living in the same, what would you call it? Like this suburbia in the same house. Then they don't know each other, but they somehow connect during the film. The movie starts with a little girl sitting and watching a poster, or she puts clothes on a poster, and that comes from an experience that I had. We were going to a factory where there were pretty much just men working there. So there was this long corridors with posters on the walls with naked girls. And I was 12 years old going through those corridors with naked women on the wall, so that's a very strong memory from my childhood, and that is what made the first scene. Shoshana was Jones then. The towers had fallen and the wind called out. We hope that you have a great festival and that you enjoy our movie. Bye. Dit was hem dan, de allerlaatste aflevering van IFFB-TV. Maar voordat we eruit gaan, wil ik toch nog even iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit programma. Dat zijn sowieso de studenten en de docenten van het Sint-Joost en het Zoomvliet College, het Filmfestival en natuurlijk de gasten die hier aan tafel hebben gezeten. En ook u, bedankt voor het kijken en natuurlijk tot volgend jaar.